Welkom bij 24trains.tv en fijn dat je weer kijkt. Een mooie nieuwe serie over diesellocomotieven staat deze keer centraal naast veel andere films. De trein van de week is er ook weer, so sit back and relax. De VSM, de Veluwse Stoomtreinmaatschappij, heeft door de jaren heen naast de stoomlocomotieven ook een collectie aan diesellocomotieven opgebouwd. In een nieuwe, prachtige, exclusieve vierdelige serie die je alleen hier bij 24 Trains kunt zien, staat deze uitgebreide collectie centraal. Ik ga je er straks alles over vertellen, maar eerst laat ik je nog even zien wat voor andere nieuwe films we nog meer hebben deze week. Zo is er weer een mooi lokportret uit Oostenrijk bijgekomen in onze toch al uitgebreide collectie met portretten. Deze keer een portret van de serie 1067 van de Oostenrijkse spoorwegen, de ÖBB. Het is een elektrische rangeerlocomotief waarvan de ÖBB er 5 van bestelde in het begin van de jaren 60. Van 1961 tot 1965 werden deze geleverd aan de ÖBB en ingedeeld als serie 1067 met de nummers 01 tot en met 05. De ÖBB was echter niet tevreden over deze locomotieven en plaatste geen vervolgorde. Serie bleef daardoor klein en de laatste locomotief van deze serie ging in 1994 met pensioen. In deze oorspronkelijk als een DVD verkochte film komt deze kleine serie uitgebreid aan bod. Geniet van dit portret van deze Oostenrijkse elektrische rangeerlocomotief. Dan gaan we van Oostenrijk naar Roemenië. Om precies te zijn naar Viseu de Soes in het noorden van Roemenië. Vanuit die stad vertrekt de enige in Europa nog opererende Bosch-stoomtrein genaamd Mokanita. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De trein rijdt op smalspoor en vervoert uiteraard hout. In een bijna 2 uur durende unieke serie wordt deze smalspoorlijn uitvoerig in beeld gebracht. Prachtig om te zien, deze bijzondere smalspoorlijn door het bos. Uiteraard zijn er ook weer nieuwe modelspoorvideo's, want bij 24 Trains vergeten we dat natuurlijk nooit. Maar eerst ga ik verder met de diesellocomotieven van de VSM die ik net al eventjes noemde. In een nieuwe, exclusieve serie die alleen bij 24 Trains te zien is, vertelt mijn goede vriend en bekende radio-dj Jeroen Nieuwhuizen je alles over de uitgebreide diesellocomotievencollectie van de VSM. Nederland kent een rijke geschiedenis op het gebied van diesellocomotieven. En hier op deze plek is de geschiedenis nog springlevend. We zijn bij de VSM, de Veluwse Stoomtreinmaatschappij. Dan zou je zeggen, stoomtreinen en diesels? Nou, die locomotieven worden vaker gebruikt dan je zou denken voor het rangeren van het materieel en het onderhoud van het spoor. In een reeks van 4 afleveringen ga je uitgebreid kennis maken met die legendarische locomotieven. En vandaag de locomotor, de SICK. Er zijn namelijk nog Nederlandse diesellocomotieven in bedrijf ook echt bij de Veluwse Stoomtreinmaatschappij. En in deze nieuwe serie van 4 afleveringen nemen we je mee in de rijke geschiedenis van deze loks. De serie geeft je een uitgebreide blik in de werkplaats en we rijden mee tijdens het rangeren en andere ritten. In de eerste aflevering staat de SICK centraal. En wie kent hem niet? De SICK. De eerste serie, de oer-SICK, werd voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. En de 52 stuks werden bij de NS ingedeeld als serie 100. Na de Tweede Wereldoorlog werd door werkspoor de productie weer ter hand genomen. En in 1951 werd het 169ste exemplaar geleverd van de 200-300 serie. Ze werden voornamelijk gebruikt voor het rangeren van goederenwagens en het rijden van korte goederentreinen. En ook op verschillende particuliere bedrijfsterreinen waren deze locomotoren in gebruik. Als je nu door Nederland rijdt, dan kom je nog wel eens een SICK-je tegen als een statisch object, vaak als een monument ter herinnering aan een oude spoorlijn of een oud station. De VSM heeft gelukkig 8 van deze SICK'en kunnen bewaren, waarvan er enkele nog rijvaardig zijn. Gaan we nu deze deuren openmaken en dan... Er zit daar de startschakelaar achter. De startschakelaar heeft contact. Draai hem om. Geniet van deze prachtige aflevering over de SICK en blijf kijken naar 24 Trains, want de andere afleveringen kan je stap voor stap gaan zien hier. Zodat we weer een mooie treinserie aan onze toch al uitgebreide collectie kunnen toevoegen. Modelspoorliefhebbers kunnen hun hart iedere week weer ophalen bij 24 Trains. En deze keer weer nieuwe afleveringen van een schitterende Duitse modelspoorbaan. De baan is gebouwd in tijdperk 3.
periode tussen 1950 en 1970. Het thema van deze vierdelige serie is een dag bij een lokale lijn. En daarin worden verschillende soorten situaties zo echt mogelijk nagebootst. Zoals bijvoorbeeld rangeerbewegingen, suikerbietentransporten en veel meer. Deze baan is echt tot in de details afgewerkt en is een genot om naar te kijken. Nog een baan waar je met veel plezier naar kan kijken is een Zwitserse. Maar dan een maatje groter, namelijk in de spoor 1-schaal. Spoor 1, zoals ze het in het Duits zeggen. Het is natuurlijk altijd mooi om te zien en al helemaal als er ook nog eens een keertje prachtige modellen overheen rijden. Zo komt er een moderne Vectron voorbij, maar ook een prachtige Baardische stoomlocomotief uit de bouwrijen 75. Of wat dacht je van de Franse 141R, ook al zo'n schitterende stoomlocomotief en al helemaal in de spoor 1-schaal. En wie kan nou niet genieten van de TEE, de Trans-Europe Express, om precies te zijn de TEE RAE2. Dat waren de Zwitserse elektrische TEE-treinstellen en in spoor 1-schaal is dat natuurlijk helemaal prachtig om te zien. Merkling kwam deze week ook weer met nieuwe afleveringen over de laatste nieuwtjes. En die hebben we ook gemakshalve maar meteen op 24 Trains gezet, zodat je niet hoeft te zoeken op het internet. And there it is, this elegant beauty on the rails. It has been issued with a matching train for a special occasion. Genoeg gezien, dan ga je toch lekker een tijdschrift lezen, zoals bijvoorbeeld de magazines van het Amerikaanse Trackside Model Railroading. Iedere maand hebben we weer nieuwe edities. En we hebben niet alleen magazines van Trackside Model Railroading, maar ook nog veel meer, zoals bijvoorbeeld het Nederlandse Railhobby. Dames en heren, goedemorgen. De trein van de week. De trein van deze week is een Nederlandse trein en het is niet te sick. Al heel erg makkelijk geweest zijn. Deze keer is de Kameel namelijk de trein van de week. De Kameel is de bijnaam van het Nederlandse diesel-elektrische motorrijtuig, de NS20. Het treinstel werd in 1954 door de Rotterdamse fabriek Allan gebouwd als inspectierijtuig voor de directie van de Nederlandse spoorwegen. Officieel is de Kameel inmiddels buiten dienst, maar gelukkig wel bewaard door het Spoorwegmuseum en rijdt zo af en toe nog een speciale rit. En ik behoor tot de gelukkige die er wel eens mee gereisd heeft, meerdere keren zelfs. De Kameel kan je bij ons uiteraard bekijken. Zoals bijvoorbeeld in een videoverslag van een rondrit die ik met de Kameel in 2021 mocht meemaken. En ook kan je hem natuurlijk zien bij het afscheid van de spoorkruising Blauwkapel. Wat is jouw mooiste trein die trein van de week moet worden? Laat het ons weten in een comment onder deze video en misschien zie je hem wel bij ons terug. Zoals je ziet hebben we iedere week weer wat nieuws bij 24 Trains en onze collectie groeit maar door. Met bijna 4000 treinenfilms en magazines zijn we de allergrootste treinenmediatheek ter wereld. Je kijkt dus heerlijk ontspannen naar jouw favoriete treinenfilms, want voor iedere liefhebber is er wel wat. En het mooie is ook nog eens een keertje dat je bij 24 Trains je treinenvideo's zonder reclame kan bekijken. Hoe mooi is dat? En dan kan je daarna lekker een magazine lezen, want die zitten bij de prijs van een 24 Trains abonnement inbegrepen. Ga dus in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en word abonnee. Voor maar €4,99 per maand ben je het al, dus voor die prijs hoef je het niet te laten en maak je je treinenhobby helemaal compleet. Mocht je twijfelen, geen probleem, want je mag het de eerste 2 weken gratis uitproberen. Nou, waar wacht je nog op? Ga naar 24trains.tv en neem dat abonnement. En wat vind je van deze video? We zouden het leuk vinden als je hem een like geeft en abonneer je dan meteen op ons YouTube-kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft. Stap in bij 24trains.tv, de Netflix voor de treinliefhebber.